Vertrouwen en respect. Overwin elke crisis door vernieuwend denken. Ben ik dom? Hoe werk ik aan mijn professionaliteit? En vanaf vandaag zal ik beter functioneren. Dit zijn enkele titels van de workshops die vandaag verzorgd zijn op de Moravian Teachers Day, MTD. Onder het thema Mijn competenties op scherp heeft de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente Suriname 2 trainingsdagen met workshops georganiseerd voor de leerkrachten. De MTD is vandaag afgesloten. Volgens Urmi Mingun, hoofd van het Pedagogisch en Didactisch Centrum van de Stichting Onderwijs der EBGS, was het doel om de leerkrachten voor te bereiden op het nieuwe schooljaar en hen na- en bijscholing te geven. Zodat zij kennis dragen van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied, maar om ook hun competenties op scherp te houden. Want dat is het thema voor dit jaar, mijn competenties op scherp. En als we daarover praten, dan denken we aan een bekwaamheid waarbij de docenten laten zien dat kennis, vaardigheden en kunde geïntegreerd zijn. Er zijn 8 competenties die wij aan bod hebben. En daar zijn er verschillende trainers voor uitgekozen die vanuit hun vakgebied iets speciaals doen met de leerkrachten van de EBGS. Maar er zijn ook gastleerkrachten, want we zijn verbonden met het FIBOS. En de leerkrachten die in FIBOS zijn, kunnen ook vrij participeren aan onze workshops. Mingun geeft verder aan dat ook vandaag verschillende thema's aan de orde zijn gekomen, verzorgd door ter zake doende deskundigen, onder wie Hans Breeveld, Urmi Perry, Ray Wimpel en Marcel Balsemoff. Ook is er aandacht besteed aan het veilig maken van de scholen. Het Surinaamse Rode Kruis heeft met een team een workshop hierover verzorgd, zegt Mingun. Zijn wat te doen. En zo zijn er een 15-tal workshops die hier vandaag worden aangeboden. We hebben ook aandacht voor ICT in het onderwijs. En daarvoor is ook een klas ingericht waarbij leerkrachten door middel van hun smartphone iets kunnen doen om de prestaties van de leerlingen te meten. Tot zover Urmi Mingun, hoofd van het Pedagogisch Didactisch Centrum van de Stichting Onderwijs der EBGS. Wij spraken haar bij de sluiting van de tweedaagse Moravian Teachers Day, die gehouden is in het FAR-gebouw aan de Burenstraat.